15 minuten gekregen vandaag om jullie te gidsen in het landschap van de wetenschap rond telewerken. En de vraag die we vandaag gaan proberen beantwoorden is hoe we van dat deeltijds telewerken een succes kunnen maken. Voor ik van start ga, misschien nog even checken of jullie mijn scherm ondertussen kunnen zien. Ja hoor, ik zie het. En ik veronderstel als ik het zie dat alle anderen het ook zien. Dus, okay. En anders, via de chat kan u altijd om assistentie vragen. Oké, super. Dan gaan we eraan beginnen. Goed, we gaan een aantal scenario's bespreken vandaag. Nu aan het einde van de coronacrisis, nu het einde eindelijk in zicht is, staan veel organisaties voor de keuze van wat ze daar nu mee moeten doen met dat telewerken. Velen zijn daar hals over kop aan moeten beginnen en moeten nu gaan beslissen van oké, bouwen we dat terug helemaal af? Houden we dat aan deeltijds? En zo ja, waar moeten we ons beleid dan aanpassen om dat op een duurzame manier lange termijn te gaan integreren? Nu, het blijkt dat de kantoormedewerkers zelf, dat zij vragende partij zijn. Uit verschillende bevragingen blijkt dat zij ongeveer 2 à 3 dagen per week wensen te blijven telewerken na afloop van de crisis. Dus die vraag is er wel zeker. Nu, vandaag gaan we een beetje inzoeken op die 4 vragen. Van oké, wat zou er gebeuren als we dat deeltijds telewerken niet meer toestaan? We gaan het daar kort bij blijven, want ik heb de indruk dat er weinig organisaties die optie overwegen. Dan gaan we nog eens kort stilstaan bij de voor- en de nadelen van dat deeltijds telewerken en hoe we die risico's kunnen overbruggen. De antwoorden die ik vandaag ga geven en de adviezen die ik ga formuleren, ik heb die niet zelf verzonnen. Dus het is het resultaat van een grondige analyse van de wetenschappelijke literatuur, niet alleen rond telewerken, maar ook rond gerelateerde topics zoals change management en digitaal samenwerken. Oké, dus eerst heel kort, wat als we dat deeltijds telewerken niet meer zouden toestaan? We moeten ons realiseren dat dat op heel veel weerstand zou stuiten bij de werknemers. Enerzijds kunnen we het als organisaties nog moeilijk hard maken dat het echt noodzakelijk is om allemaal op één locatie te gaan verzamelen om te gaan telewerken. We hebben het de afgelopen maanden immers allemaal collectief bewezen dat als we op grote schaal thuiswerken, dat die organisaties ook blijven draaien. Dus het is heel moeilijk om daar de werknemers nog van te overtuigen. Dan daarnaast, aangezien dat iedereen daar nu van heeft kunnen proeven de afgelopen maanden, hebben ze ook de voor- en de nadelen ervan gaan ervaren en hebben ze een grondige kosten-baten-analyse daarvan kunnen uitvoeren. En het zijn vooral die voordelen die mensen hebben ervaren de afgelopen maanden die ze moeilijk weer zullen gaan afstaan. Dus er is daar sprake van een soort van bezitseffect of een verworven recht. Daarnaast is nu ook de afgelopen maanden gebleken dat die goede werking van een organisatie dat die echt wel kwetsbaar is. En dat een goed telewerkbeleid daar echt een goede oplossing in kan bieden. Dus daar gewoon alle expertise die we als organisatie hebben opgebouwd in verband met dat telewerken, om dat terug overboord te gaan gooien en terug naar af te gaan, dat zou gepercipieerd worden als een zwak beleid of zelfs onverantwoord. Tot slot, voor organisaties of teams waar het echt wel noodzakelijk is, om terug te gaan, voltijds op locatie te gaan werken. Als er daar sprake is van weerstand bij de werknemers, zal het heel belangrijk zijn om hen voldoende te gaan informeren over waarom dat net noodzakelijk is, zodat zij dat ook heel goed gaan begrijpen. En als ze dan toch dat doordrukken, ondanks een bepaalde weerstand, moet je als organisatie er rekening mee houden dat de betrokkenheid en de tevredenheid kan benadelen binnen het team. Het kan de motivatie naar beneden halen en ook de verloopintenties en het contraproductief gedrag doen stijgen. Dus dat is een optie die we eigenlijk heel voorzichtig maar moeten gaan overwegen. En ik heb eigenlijk de indruk dat weinig organisaties terug naar af willen gaan. Goed. Nog eens kort stilstaan bij de voor- en de nadelen. We hebben er al veel gezien tijdens de eerdere presentaties. Wat betreft de voordelen, ik probeer dat heel kort samen te vatten op 1 slide. In eerste instantie gaan we kijken naar de uitkomsten op het gebied van werknemerswelzijn. En daarbij zien we eigenlijk dat er gunstige effecten zijn bij het telewerken op het gebied van de autonomie die mensen ervaren in hun job. Mensen ervaren minder stress, meer emotioneel welzijn en minder uitputting. En ook de kwaliteit van hun relatie met de leidinggevende die stijgt doorgaans. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt, dat die kwaliteit van die relatie verbetert. Momenteel wordt onderzocht of dat zou kunnen dat beide partijen actiever met elkaar gaan overleggen. Of dat er daar meer bewust wordt stilgestaan bij bepaalde problemen en uitdagingen. En dat er daardoor meer vertrouwen wordt opgebouwd binnen die relatie. Maar het is nog te vroeg om daar echt een verklaring voor te geven.
Nu, op gebied van werk-privé-conflicten, en dat is eigenlijk het grootste argument voor telewerken geweest in het verleden, daarbij zien we dat die effecten pas beginnen op te treden wanneer mensen de mogelijkheid krijgen om meer dan 50% van de tijd thuis te werken. Dus door dat slechts een aantal dagen mogelijk te maken, gaan we daar waarschijnlijk nog niet veel veranderingen kunnen observeren. En dan tot slot jobtevredenheid en individuele werkprestaties. Daar is nog geen duidelijk beeld in de wetenschap. Er zijn een aantal studies die positieve effecten vinden. En er zijn een aantal studies die eigenlijk geen verandering observeren wanneer mensen de mogelijkheid krijgen om teletewerken. Daar worden een aantal randfactoren onderzocht momenteel, zoals bijvoorbeeld de mate waarin mensen daar zelf over kunnen beslissen wanneer ze telewerken en welke taken dat ze uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook welke ICT-mogelijkheden dat ze thuis kunnen gebruiken. Maar daar wordt er nog volop onderzocht en eigenlijk weten we nog niet goed hoe dat daar die verschillende resultaten verklaard kunnen worden. Belangrijk om hier nog bij te vertellen is dat het hier gaat over individuele werkprestaties. Dus de effecten van de prestaties op het niveau van een team waarin veel wordt getelewerkt of op het niveau van een organisatie, die worden momenteel nog eigenlijk te weinig onderzocht. Dus daar kunnen we ook nog weinig goede uitspraken over doen. Goed, wat zijn nu de mogelijke nadelen? Die zijn ook al veelvuldig aan bod gekomen vandaag. We kunnen dat samenvatten als de kwaliteit van die relaties met de collega's die erop achteruit gaat. Dat blijkt heel goed mee te vallen als mensen minder dan 50% van de tijd mogen telewerken. Maar als dat meer dan 50% is van de tijd, dan zien we daar toch wel negatieve effecten. Die effecten zijn ook vandaag al veelvuldig aan bod gekomen, zoals minder emotionele en instrumentele steun, een lager vertrouwen, minder cohesie en sociale isolatie. Nu, de COVID-situatie is nu ook niet perfect te generaliseren, omdat we daarbij ook sociaal en naast het werk heel sterk geïsoleerd zijn geweest. Maar die effecten zijn enkel uitvergroot geweest nu tijdens de COVID. Oké. Nu, we hebben niet enkel gekeken naar telewerken, we hebben ook gekeken naar dat virtueel samenwerken, want dat is minstens even relevant als we uitspraken willen doen of advies willen formuleren voor de toekomst. En dat virtueel samenwerken, dat gaat eigenlijk over elke vorm waarbij dat twee of meer mensen gaan interageren of samenwerken om een gemeenschappelijk doel te gaan bereiken, waarbij dat er minstens één persoon zich op een andere locatie bevindt of op een ander moment aan het werken is dan zijn of haar collega. Waardoor dat die communicatie dan grotendeels digitaal moet verlopen. Nu, dat is geen zwart-wit verhaal, het is niet alles of niets virtueel, dus je moet dat echt gaan bekijken als een continuum. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld 3 dagen per week wel nog in één lokaal samenwerkt en dan 2 dagen apart en via virtuele kanalen moet samenwerken. Of het kan zijn dat dat echt de hele week is dat je gescheiden bent van elkaar. Dus dat is echt een continuum. Dit is niet exact hetzelfde als telewerken. Je kan ook perfect thuiswerken zonder dat je nog moet samenwerken met andere collega's, dat je dus een hele dag met individuele taken bezig bent. Maar, dat is vandaag ook veelvuldig aan is gekomen, er is uiteraard wel een grote overlap tussen dat virtueel werken en dat telewerken. Daarbij is het ook belangrijk dat ook in de toekomst, wanneer er terug een deel van het team op locatie gaat werken en een deel van de mensen thuis gaan werken, gaat dat ook voor de mensen die wel op locatie gaan werken vereisen dat zij meer en meer virtueel zullen blijven samenwerken met de mensen die thuis zitten. Goed. Dus die mate van virtualiteit die is negatief geassocieerd met prestaties. Dat vinden we uit het onderzoek. Er zijn daar verschillende verklaringen voor. Enerzijds observeren we dat er daar meer taakgerelateerde conflicten zijn. En dat is voornamelijk te wijten aan een slechtere digitale communicatie. Zowel kwantitatief, dus er wordt gewoon minder gecommuniceerd. En ook de snelheid, de responstijd, die is trager. Maar ook de kwaliteit van de communicatie, die zakt een beetje. De interpretatie wordt bemoeilijkt doordat non-verbaal gedrag wegvalt, doordat we onze timing minder goed kunnen afstemmen, omdat we niet weten wat er gebeurt aan de andere kant bij onze collega die thuis zit. Dus er is sprake van minder effectieve informatiedeling. Nu, videoconferencing die lijkt daar voor een deel dat probleem te kunnen gaan adresseren, maar dat is uiteraard niet volledig een vervanging voor face-to-face communicatie. Nu, die minder kennisdeling of die gezamenlijke kennisoverdracht en ontwikkeling, dat is eigenlijk het grootste probleem hier als resultaat. En daarnaast zijn er ook nog coördinatieproblemen,
uitgestelde feedback die projecten kunnen gaan vertragen. De uitdaging op het gebied van vertrouwen en cohesie zullen jullie ondertussen ook al bekend de oren klinken. En dat heeft het zeker gemeen met dat telewerken, als ook het opbouwen en het onderhouden van die kwaliteitsvolle relaties. Nu, de impact van de virtueel samenwerking op welzijn, dat is minder duidelijk. Daar is het echt nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Dus voor die aspecten kijken we beter naar het onderzoek van telewerken dat ik eerder heb besproken. Welzijn heeft immers heel veel aspecten waarvan het de meeste nog heel sterk onderbelicht blijven. Het gaat ook over stemmingsklachten, werkgerelateerde attitudes, fysieke gezondheid, cognitieve klachten enzovoort. En daarvan worden er veel heel erg weinig onderzocht. Oké. Alle risico's die ik nu heb beschreven, hoe kunnen we die nu gaan proberen overbruggen? Ik formuleer een aantal adviezen op basis van de wetenschappelijke literatuur. Het eerste is om teamdoelen te gaan formuleren en daar de vooruitgang van te gaan monitoren. Belangrijk daarbij is dat het bij dat monitoren, dat ik daarbij niet bedoel, dat je ook moet gaan controleren of iedereen zijn werk wel gaat uitvoeren. Dus die controlerende functie, daar gaat het niet over. Het gaat hier echt over opvolgen of in onze takenpakket of we daar voldoende vooruit gaan en dat ook visibel te gaan maken naar collega's en de rest van het team toe. Het is belangrijk dat we hier specifieke en uitdagende doelstellingen gaan formuleren waar het hele team aan kan gaan werken. En we zien ook dat de teamprestaties daardoor sterk verbeteren. Het magische ingrediënt daarbij is echt het visibel maken van die vooruitgang van het doel. Dus als we anderen zien werken en we zien dat we als team vooruit gaan, dat gaat dat ons ook motiveren om zelf weer verder te gaan werken. Dat ga ik overslaan. Tweede advies is om tijd te maken voor reflectie binnen het team. En dat is eigenlijk gewoon niet meer of minder dan het proces waarbij we gaan nadenken over de doelen en de strategieën en de werkwijze waarmee we ons werk in elkaar gaan steken en ook ons elkaars werk gaan evalueren om de team-effectiviteit en de resultaten te gaan verbeteren. Dat is eigenlijk een essentieel kenmerk van succesvolle teams. En er zijn daar een aantal methodes voor beschreven. Ik ga die kort even uitleggen, de after-event reviews. Dat is eigenlijk een gestructureerd reflectieproces waarbij we na een project of een taak of een evenement een aantal vragen gaan doorlopen met het team. We gaan onze vraag stellen, oké, wat wilden we bereiken? Wat hebben we bereikt? Wat heeft er ons geholpen? En wat heeft er ons verhinderd? En vooral, eens we dat allemaal hebben beantwoord, wat kunnen we daar nu uit leren voor de toekomst? En dat gestructureerde proces, dat gaat ons dus helpen met het versterken van onze teamcognities, maar dus ook onze teamprestaties daarna in volgende projecten. Er is ook al een beetje evidentie dat dat ertoe gaat leiden dat het welzijn binnen het team versterkt, maar het onderzoek staat daar ook nog niet zo ver. Een derde advies is om te investeren in teambuilding. Nu, eerst en vooral opgelet, met teambuilding bedoel ik niet gaan ploeteren in de modder, in de Ardennen of samen spaghetti maken. Als het gaat over teambuilding, dan bedoelen wij echt wel een praktijk die focust op het formuleren van doelen binnen het team en op het verduidelijken van de rollen. Die inzet op de interpersoonlijke relaties en vaardigheden, zoals communicatie en erkenning en of probleemoplossing. Het is daarbij heel belangrijk dat die teambuilding dat echt goed aansluit bij het werken en de werkcontext van dat team. En het is net dat wat een groot probleem is met de commerciële teambuildings die nu beschikbaar zijn op de markt. De meeste voldoen daar helemaal niet aan en kunnen daardoor ook niet de effecten gaan genereren die we hier wensen. En die zijn namelijk dat teambuilding sterker de cognitie en de actieve processen van een team dat die kan gaan versterken. Daarnaast raden we ook aan om te gaan investeren in teamtraining. Dat zorgt er ook voor sterke effecten op die cognitieve en die affectieve processen en de prestaties binnen een team. En dat gaat des te meer wanneer dat teamtrainingen focussen op teamwork-competenties. Dat in tegenstelling tot technische competenties, die hebben die wenselijke effecten niet. Dus wij denken dan aan bijvoorbeeld aan trainingen die inzetten op coördinatie, het reduceren van de communicatie die nodig is in het team om het werk goed te kunnen gaan afleveren en het anticiperen op bepaalde problemen. Ook hier is het heel belangrijk dat die inhoud is afgestemd op het gewenste doel. Een vijfde advies is om te gaan
promoten op gedeeld leiderschap. Daarmee bedoelen we niet dat we onze formele leiders moeten gaan buitensmijten of dat die geen rol meer spelen. Gedeeld leiderschap bestaat eigenlijk daarnaast en dat is eigenlijk een rol die we allemaal als werknemer kunnen gaan opnemen om een bepaald ownership te gaan opnemen over ons takenpakket. En we zien namelijk dat dat leiderschap dat het ertoe leidt dat we ons meer gaan gooien in ons werk, dat we meer betrokken gaan zijn en dat we daar meer energie in gaan steken. Dat kan organisch gegroeid zijn, maar dat kan ook formeel vastgelegd zijn, dat iedereen een bepaalde verantwoordelijkheden meer tot zich gaat nemen en meer gaat sturen binnen het team. De onderliggende assumptie is dus dat we daardoor meer gaan investeren binnen het team. En dat blijkt ook, dat gedeeld leiderschap blijkt dus een succesfactor te zijn voor prestaties en het welbevinden van die virtuele teams waar we dus in de toekomst meer naartoe zullen groeien. Dat sluit ook aan bij het onderzoek rond autonomie en participatie bij het maken van beslissingen. Nu, het is aanbevolen, maar helaas is de wetenschap voorlopig heel erg vaag wat betreft richtlijnen omtrent wie, wat, waar, wanneer en hoe. Dus het is de hoop dat daar binnenkort meer rond gaat verschijnen. Ik ben ervan overtuigd dat de coronacrisis daar ook een boost heeft betekend in het onderzoek en dat daar binnenkort veel informatie over gaat bijkomen. Goed, in een notendop, wat leren we hier dus uit? Het telewerk opnieuw afschaffen of dat daar terug daar niet verder in investeren is waarschijnlijk geen goed idee. Deeltijds telewerken gewoon aanhouden zonder verdere investeringen zal wellicht ook in toenemende mate die negatieve effecten op prestaties en welzijn in de hand gaan werken. Dus wij raden aan om nodige investeringen te gaan doen zodat werknemers succesvol kunnen gaan leren samenwerken in een context waarbij dat die samenwerking ook steeds meer virtueel zal gaan verlopen. Daarbij is het heel belangrijk dat de werknemers zelf vrij kunnen gaan kiezen hoe vaak en wanneer ze naar kantoor komen. En raden wij ook aan dat de tijd waarin mensen gevraagd worden om naar kantoor te komen, dat die niet gebruikt wordt over zuiver operationeel overleg, wat je ook van thuis uit kan doen, maar vooral in te zetten op die goal setting en die monitoring van de vooruitgang van het team, op die reflectie, op die teambuilding, die training en vooral ook op informeel contact.